Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van weerplazen.nl. Ik begin met de radarbeelden. Die zullen geen verrassing zijn voor iedereen. Het was natuurlijk een zeer natte boel vandaag. Urenlange regenval. Dat alles door een frontaal systeem dat recht boven ons hoofd lag. Dat zien we hier mooi golvend op de weerkaart liggen. Ik kan andersom tekenen: kou frontje. Warmtefront. En daar weer een warmtefront. En daar weer een koufront. En dat geeft meteen ook al aan dat we er voorlopig nog niet vanaf zijn. Want dit alles trekt van west naar oost over Europa. En dus hebben we te maken met regen. Vanmiddag niet alleen, maar ook dus vanavond. Vannacht dan tijdelijk wat droger. Maar morgen keert het front dan weer terug. En dan hebben we opnieuw te maken met uh, langdurige regenval. Morgen later op de dag komen we aan de achterzijde... Dan gaan we profiteren van een hoge drukgebied boven Frankrijk en dan wordt het wat droger. En dan zien we nog steeds een koufront op de oceaan liggen. En dat is dan pas in de planning voor de nacht van donderdag op vrijdag. Dat duurt nog even. Vanavond is dus nog wel natte boel. Temperaturen in het noorden nog stijgen naar 11 graden. En in het midden en zuiden is het nu ook al heel zacht. En dan wordt het dan zo 12, lokaal 13 graden. Stormachtige wind aan zee. Ook kans op forse windstoten tot maximaal 90 km per uur. Vannacht zitten we dan even aan de noordzijde van het front, betekent dat het in Zuid-Nederland nog regent. In het noorden, wat vaker droog is en misschien zelfs even opklaart, daar kan het dan afkoelen naar 5 graden. Temperatuur dus niet al te laag en de wind die gaat sterk in kracht afnemen. Aan het einde van de nacht is het zelfs bijna windstil. Morgen overdag, als het front weer naar het noorden trekt en daarmee ook de regen, gaat ook de wind weer toenemen. De zachte lucht breidt zich dan weer over het land uit en daardoor wordt het in het uh, groot deel van het land meer dan 10 graden, lokaal weer 12 of 13 graden. In Groningen is het net als vandaag weer lange tijd koel, temperaturen daar 6 à 7 graden en in combinatie met de wind en de regen is het daar weer waterkoud. Aan het einde van de middag en in de avonduren wordt het ook in Groningen weer 10 of 11 graden. Maar die regen van morgen is voorlopig dus wel echt de laatste. Wat betreft het langdurige neerslag gebeuren. Want woensdag is het grotendeels droog, wel veel wolkenvelden, donderdag ook lange tijd droog. Af en toe de zon erbij. En pas in de avonduren verwacht ik weer wat regen. En die regen trekt dan vrijdagochtend weg. En daarna breekt ook vrijdag de zon weer door. En is het vooral middags grotendeels droog. Dus het hele natte weer van vandaag en morgen, dat zien we de rest van de week niet terug. De hoge temperaturen wel, tot en met vrijdag blijven we rond of boven de 10 graden uitkomen. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsa.nl